President Chandrika Prasad Santokhi heeft het startsein gegeven voor de oprichting van het Marcusa Training Center in Koroni, een initiatief dat wordt ondersteund door de Inter-American Development Bank IDB en het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture ICA. Dit project is gericht op het stimuleren van ondernemerschap en agrarische ontwikkeling in het district. Door een Marcusa te planten benadrukte de president het belang van de teelt en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Het trainingscentrum zal de inwoners van Koroni voorzien van kennis en middelen om succesvol te ondernemen in de agrarische sector. Gerda Isaias, een inwoner van Koroni, die haar perceel ter beschikking heeft gesteld voor het trainingscentrum, is enthousiast over het project. Minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij onderstreepte het potentieel van de vruchtbare bodem in Koroni voor de landbouw en moedigde de lokale gemeenschap aan om deel te nemen aan de passiebeweging door zich actief in te zetten voor de Marcusa teelt. Dit mooie project met als doel het verhogen van de productiesector Marcusa is heel belangrijk. En zal zeker bijdragen aan een positieve ontwikkeling in het district Koroni, met name landbouwsector. Koroni beschikt over de beste gronden van heel Suriname. Als je kijkt naar rijst, we hebben hier de beste opbrengst gehaald. 9 ton en meer per hectare. Als je kijkt naar fruit, alle bomen zien er gezond uit. Je hebt weinig nodig aan pesticiden. Om het gezond te houden. Qua chemicaliën in de grond, heel erg rijk, je hoeft maar weinig toe te dienen. En ik denk dat wij met dit project hier in Koroni grote successen kunnen bereiken, maar ook als voorbeeld kunnen dienen voor de overige districten. President Santokhi benadrukte dat Koroni alle potentie heeft om te groeien tot een mooi en productief district. Hij wees erop dat het een mooi project is om Koronianen te trainen. Dit zal bijdragen aan de toekomst van het district. We kunnen veel doen. Maar uiteindelijk zal Koroni het moeten doen. Want als jullie het niet gaan doen, en jongeren hebben toekomst nodig, en jongeren krijgen de kansen niet, en het onderwijssysteem gaat achteruit, en die investeringen komen niet, gaan jongeren weg uit Koroni. Ze gaan weg, je gaat ze niet tegenhouden. Ze gaan ontwikkeling buiten zoeken. Ze gaan hun toekomst buiten zoeken. En wat ga je dan krijgen van Koroni? Een vergrijzing. En dat zie je nu al in het binnenland gebeuren. Jongeren trekken weg uit het binnenland. Ze komen in Paramaribo, aan de rand van Paramaribo. Terwijl er prachtige kansen daar zijn om alle dorpen, alle districten goed te ontwikkelen. Er komt ook een fruitverwerkingsfaciliteit, zodat de inwoners van Koroni hun oogst ter plaatse kunnen verwerken. President Santokhi heeft al toestemming gegeven voor de constructie van een loods waar Marcusa verwerkt kan worden tot verschillende producten.